Eva Hoeken, de voormalige columnist van de Volkskrant die recentelijk haar werk daar verloor, heeft een nieuwe manier gevonden om haar verhalen te delen. Na haar tumultueuze vertrek, waarbij ze haar onvrede met haar oude leidinggevende niet onder stoelen of banken stak, heeft ze besloten haar columns rechtstreeks aan haar lezers te verkopen via het platform Petje Af. Dit is hetzelfde platform waar Yvonne Koldeweijer eerder ook actief was. Hoeken biedt haar lezers de mogelijkheid om zich voor 5 euro per maand te abonneren waarmee ze wekelijks een exclusieve column ontvangen. Tot nu toe hebben ongeveer 400 mensen zich aangemeld, wat resulteert in een maandelijkse opbrengst van zo'n 2000 euro. Dit bedrag kan echter nog verder stijgen, want Eva moedigt nieuwe abonnees aan om zich te registreren door te verwijzen naar haar Petje Af pagina met de boodschap Geweldige start van mijn Petje Af beleefd dit weekend, dankjewel early buds. En voor wie dit nu pas ziet, hup naar petjeaf.com slash evahoeken want er paast nog veel meer bij. Ondanks de positieve reacties zijn er ook kritische geluiden. Een volger, Kim, uitte haar onvrede door te zeggen: Early buds ken ik alleen van een festival. En sorry, maar met de huidige aanmeldingen is 1800 euro per maand voor één kolom per week niet genoeg? Ik waardeer je verhalen oprecht, maar dit slaat wel door. Daarnaast voegde Tim toe: Het stelletje uit Wormer heeft een patent op uitmelken. Mevrouw Marjonne merkte op dat het aanbod niet bijzonder vernieuwend is. Er waren wat vergezichten in die laatste column over ander werk, in de luwte, een radicale ommezwaai. Maar nu is het toch dit geworden. Ironisch natuurlijk, zoals alles hieraan. Eva Hoeken reageerde op deze kritiek door te benadrukken dat haar columns slechts een onderdeel zijn van haar bredere werkpakket. Ze verduidelijkte, het een sluit het ander niet uit. Een column vormt geen volledige werkweek, daar komt echt nog veel meer bij. Daarmee probeert ze duidelijk te maken dat haar aanbod en werk verder gaan dan enkel de wekelijkse columns op petje af.